Kwesties tussen aandeelhouders en directies van bedrijven zijn de laatste weken niet weg te branden uit de Nederlandse kranten. Eén ding is duidelijk, Nederland heeft de aandeelhouder meer macht gegeven. Maar er zijn blijkbaar grenzen, want de Vereniging van Participatiemaatschappijen zegt vandaag in het Financiële Dagblad dat flitskapitaal minimaal 5 jaar in een bedrijf moet zitten. Meneer Wintjes, is dat een goed idee? Ja, dit komt van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. Even ter verduidelijking, dat zijn dus niet die activistische aandeelhouders die door sommige mensen sprinkhanen genoemd worden. Dit zijn participatiemaatschappijen die deelnemen in bedrijven, ze soms van de beurs halen en daar voor een aantal jaren in blijven zitten. Ja. En dat deze participatiemaatschappijen nu met een eigen gedragscode komen, vind ik een uitstekende voorzet. Zij zeggen lange termijn is belangrijk en datzelfde zegt ook een commissie onder leiding van Jean Freins, vorige week een rapport uitgebracht, die zegt ook lange termijn in een bedrijf is belangrijk. Ja, wat beide bindt in feite is dat typische Nederlandse stakeholders denken. Dat komt erop neer dat natuurlijk aandeelhouders belangrijk zijn. Zijn ook terecht belangrijker geworden de laatste jaren. Maar uiteindelijk gaat het om alle die betrokken zijn bij de onderneming. Dat heet dan met een modern woord stakeholders. En dat is in principe lange termijn denken. Waarom vindt u dat zo belangrijk? Ondernemen is ook lange termijn denken. Ik ben zelf ondernemer geweest. Natuurlijk is het leuk af en toe een snel succes te hebben. Ja, maar u had een familiebedrijf. Ja, maar dan zeker in het familiebedrijf, maar ook andere bedrijven, is uiteindelijk de echte ondernemer kijkt naar overmorgen. Ik vind het leuk vandaag een leuk succes, maar wil ervoor zorgen dat die ondernemer met iedereen die bij betrokken is, de onderneming ook over een aantal jaren nog bestaat. Maar een aandeelhouder wil natuurlijk ook op korte termijn graag resultaten zien. Ja, maar ik ken heel veel aandeelhouders, bijvoorbeeld pensioenfondsen, toch heel belangrijke aandeelhouders, die toch moeten zorgen dat hun leden over 20, 30, 40 jaar hun pensioen krijgen. Dat is nou specifiek lange termijn denken. En daar past natuurlijk ook een ondernemer bij, een onderneming bij, waarin ze geld beleggen die ook op langere termijnen het belangen van de leden van de pensioenfondsen zekerstelt. We hadden het net over het rapport van de commissie Freins. Die deed vorige week een aantal aanbevelingen over de relatie tussen met name de aandeelhouders en het bestuur van de onderneming. Als u dat rapport nou leest, meneer Wintjes, kun je dan zeggen dat de macht van de aandeelhouder te zwaar is gaan wegen in Nederland? Nou, ik denk dat de kern van het rapport is dat het goed is dat aandeelhouders een belangrijke stem hebben in het beleidsonderneming. Alleen, we moeten ervoor zorgen dat aandeelhouders iets meer transparanter worden, iets meer duidelijk worden wat hun belangen zijn en wat ze wensen met de onderneming. Dat is de reden dat de commissie Freins voorstelt het percentage van 5%, waarbij je dus je aandelen moet melden te verlagen naar 3%. En dat is ook de reden dat men zegt, wanneer er een structurele wijziging door aandeelhouders die minimaal 3% van de aandelen hebben voorgesteld wordt, dan moet dat besproken worden met de leiding van de onderneming. En de leiding van de onderneming moet de kans krijgen daarover na te denken en ook op een goede manier mee om te gaan. En daarom de 180 dagen. 180 dagen, dat betekent dus dat de leiding van een onderneming 180 dagen de tijd krijgt om dat soort zaken te overdenken. Ja, maar als ik het Freins goed gelezen heb, en ik denk dat ik dat gedaan heb, betekent dat ook dat in die 180 dagen iets gaat gebeuren. Er gaat overleg plaatsvinden. Ja. De onderneming moet natuurlijk gewoon doorgeleid worden. Maar het gaat erom dat dan over de fundamentele punten, want het gaat dan natuurlijk over echt fundamentele punten, bijvoorbeeld een andere raad van commissarissen, bijvoorbeeld een andere strategie, opsplitsing van de onderneming en dat soort hele elementaire zaken. Daar moet de ondernemingsleiding dan de gelegenheid krijgen zorgvuldig over na te denken. Is er niet een risico verbonden aan dit soort zaken? Bestaat de kans niet dat er beleggers zijn die zeggen, nou, in Nederland kun je beter niet zijn met je geld? Voortdurend blijft VNO-NCW erop hameren dat we onze Nederlandse situatie niet slechter tussen aanhalingstekens moeten maken voor aandeelhouders dan de buitenlandse situatie. We zijn een open economie. We zijn gebaat bij kapitaalstromen die vrij Nederland inkomen en uitgaan. Ik denk echter dat ook bij andere landen, in andere landen, vele voorbeelden zijn van soortgelijke afspraken met ondernemingen. Ik geloof niet dat we hiermee te ver voor of achterlopen ten opzichte van anderen. In de pas. We lopen in de pas. Meneer Wintjes, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.